gewoon, dan kan je weer lekker in je lijf komen, toch? Ja, inderdaad. Doe ik het toch ook? Trampolines. Ja. Zo. Op het online platform van Dimension TV. Wij maken vernieuwende online tv wat jou inspireert. Ik ben in gesprek met Simone Levy, een online business coach. Zij is echt super succesvol. Zij heeft duizenden mensen al gecoacht, geïnspireerd met het maken van online programma's. Welkom Simone, ik ben echt super blij dat je hier bent. Ja, echt super leuk dat je hier bent. Ja. Hoe ben je nou op het idee gekomen om online business coach te worden? Ik heb zelf al een hele tijd een internetbedrijf had ik. En ik zag gewoon heel erg de trend in trainingen online. En dat in Amerika steeds groter werd. Ja. En in Nederland was dat toen ook nog helemaal niet. En toen dacht ik van wauw, ja, ik zou het heel graag naar Nederland willen halen. Dat idee en dat concept. Maar eerst was ik daar nog wel een beetje zo bang voor van ja, kan ik dat wel? Zal ik het wel doen? Op welke manier zou ik dat dan doen? Maar ja, op een gegeven moment heb ik het gewoon gedaan. Wauw. En ja. Welk moment was dat? Ja, dat heeft echt ook wel een beetje een aanloop gehad, die periode. Dus het was eerst, hadden we het internetbedrijf, hadden we veel personeel. Dat liep allemaal eigenlijk heel goed en we groeiden en groeiden. Totdat ik zwanger werd, ik terugkwam op kantoor en ik echt terugkwam van verlof. Mm-hmm. En mijn hele droom in duigen uiteen spatten. Van dit is gewoon wat ik niet meer wil doen. En toen is het een heel erg zoektocht geworden van ja, maar wat wil ik dan wel? Ja. En ik zag ook steeds meer mensen via internet ondernemen die heel veel vrijheid hadden. En waar je helemaal geen personeel voor nodig hebt. En weet je, op een hele andere manier ondernemen. Ja. Toen met iemand gaan samenwerken, maar die samenwerking die liep op de klippen. En toen was ik hoogzwanger van de tweede. En toen had ik zoiets van fuck it, nu is het klaar. Ik ga het voor mezelf doen. Ik ga dit concept in de wereld neerzetten. En toen ging het ook heel snel. Wauw. Ja. Hoogzwanger. Ja. En jij gooit het roer gewoon om. Ja, het was natuurlijk wel een hele aanlooptijd. Was het geweest. En juist op het moment dat iets mislukt. En weet je, dat ik eigenlijk ook niks meer had. Want mijn personeel waren al gestopt. Mm-hmm. Ja, juist op het moment dat als je dan toch niks meer te verliezen hebt. Ja, dan doe je het. Ja, precies. En wat betekent bezield ondernemerschap voor jou? Ja, voor mij betekent bezield ondernemerschap dat je echt die passie hebt voor het werk wat je doet. Mm-hmm. Maar ook echt dat je die liefde voor je klanten voelt. Mm-hmm. En niet alleen maar misschien mensen die direct klant van je zijn. Maar ook voor mensen die misschien, weet je, die je wel kan inspireren. Mm-hmm. En als je dat vanuit jouw visie en vanuit jouw wijsheid vertelt en deelt met, nou ja, weet je, online, dan kan dat heel snel gaan. Ja. En heel veel mensen die zijn ook bang, weet je, om hun eigen ding te vertellen. Of te denken van, ja, maar wie ben ik nou om dingen te vertellen? Maar ik merk gewoon, als je echt dingen gaat vertellen vanuit jezelf, dat er je zoveel mensen kan inspireren. En ja, door het internet, weet je, kan je zo snel heel veel mensen bereiken. En dat heeft zo'n enorme kracht. En dat vind ik het hele toffe van het hele online, van de hele online wereld. Kwetsbaarheid is ook een kracht om dat te delen. Ja, zeker. Het is juist, weet je, dat merk je wel. Dat heel veel mensen en ook ondernemers, die vinden dat juist heel eng om te laten zien. Vooral vinden ze het eng om op het internet persoonlijke dingen te laten zien. Omdat ze dan zoiets hebben van één van, ja, maar wie zit er eigenlijk op te wachten? Ja, wat je net al zei. Ja. Weet je, wat ik bijvoorbeeld heel erg deel, is continu ook het proces hoe ik mijn bedrijf steeds verder laat groeien. En maar ook de blokkades die ik daar zelf in heb.
Ja. En heel vaak dan wordt er gedacht van, ja, al die grote ondernemers, weet je, die hebben geen blokkades. Of daar bestaat geen angst. Of bijvoorbeeld vandaag had ik een post geplaatst over eenzaamheid. Bijvoorbeeld dat ik ben, op een bepaalde manier ben ik best wel bang om, zeg maar, nog groter te groeien. Omdat ik dan zo bang ben dat er een nog grotere vorm van eenzaamheid gaat ontstaan. Omdat je, weet je, ik zit dan helemaal daar. Ja. En dat mensen je op een bepaalde manier niet meer kunnen volgen. Nou, dat deel je dan op internet. En dan merk je meteen, weet je, dat mensen daar allemaal iets over te zeggen hebben. En sommigen die zeggen ook van, jeetje, wat zit je nou te zeuren de hele tijd over eenzaamheid? Moet je eens kijken hoeveel mensen je om je heen hebt. Ja, dat soort dingen. Ja. En dat heeft ook heel erg met dat bezield ondernemen te maken. Echt vanuit het nu creëren en vanuit het nu dingen scheppen. Maar als je het deelt met daarin je eigen lessen erin. Mm-hmm. En de stappen die jij daarin gaat zetten. Dan word je inspirerend. Wat is het mooiste compliment of meest bijzondere compliment wat je van iemand hebt ontvangen die je hebt gecoacht? Dus ik heb deze steen gekregen van een klant. Ja. Die ook, zeg maar, echt enorme mooie resultaten had gehaald. En die was echt enorm gegroeid met haar bedrijf. Dus dat is natuurlijk al heel tof. Ja. Maar als een klant je dan, zeg maar, zoiets dierbaars geeft. Dat je, zij had een miskraam gehad, zij had deze steen gekregen. Mm. Daar nagedachtenis, weet je, dat haar, weet je, kindje op een bepaalde manier dan toch nog bij haar is. Mm-hmm. Maar ook vanuit de gedachte dat je dit weer mag doorgeven. Mm-hmm. Ja, ik wil het heel graag aan jou geven. Ik voel gewoon dat jij dit nodig hebt. Mm-hmm. En ja, ik ben je gewoon enorm dankbaar voor de dingen die je hebt gedaan. En dat kwam toen in één keer zo dichtbij van, weet je, wauw, van een klant. Mm-hmm. Dat je zo'n liefde voor je klant kan voelen. En dat gevoel dat je dan echt het gevoel hebt van, wauw, weet je, dit was echt wel heel mooi. Hoe ga je om met tegenslagen en kritiek van mensen? Ja, nou, ik krijg best wel veel kritiek. Weet je, want als je natuurlijk je kop boven het maaiveld uitsteekt of een andere visie hebt of dingen gewoon zegt, dan kop eraf. Kop eraf. En ik vind hem, aan de ene kant ben ik ook wel een beetje echt zo'n love rebel. Love rebel. Ja, okay. Ik vind het ook altijd wel een beetje leuk om dat rebelse te hebben, weet je, en een beetje zo nog duidelijker een statement te maken. Ja. Dus ik vind het ook wel heel leuk om ermee te spelen soms. Hè, en wat voor reacties dat dan weer bij mensen oproept. En soms dingen stelliger te roepen dan, weet je, dat het misschien eigenlijk zo is. Sowieso probeer ik het hele ondernemerschap en het hele leven als een heel mooi spel te zien. Oh, mooi. Dat weet je, helemaal een mooie visie. Ja, ja, dus weet je, ook in het ondernemerschap, weet je, neem het niet te serieus. Ja. Dan zie je het ook van, oh, weet je, ja, nu kan ik deze stap doen en nu kan ik dit doen. En daar gewoon leuk mee spelen. Ja. En als je op zo'n manier gaat ondernemen, dan wordt het natuurlijk ook heel veel leuker en luchtiger. En als iemand dan, weet je, als een naarpoppetje iets over je zegt, dan raakt je dat minder. Maar natuurlijk zijn er altijd momenten dat je wat minder lekker in je vel zit. Of dat er iets gebeurt, weet je, wat echt op oud zeer zit. Of weet ik veel wat. Wat je dan toch wel heel erg kan raken. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Ik zie het echt als je bewuste zijn van je bewustzijn. Ja. En je bewustzijn steeds meer te laten groeien. En je te beseffen dat je niet alleen maar een mens bent van vlees en bloed. Mm-hmm. Of dat je, weet ik veel wat, weet je, dat jij de enige bent op de wereld. Heel veel mensen die voelen dat een beetje zo. Hè? Van, ja, weet je, of juist dat je heel klein en nietig kan voelen. Mm-hmm. Maar juist, weet je, dat je je bewust bent van je kracht als mens zijnde. Maar ook van alles wat daar omheen is. Van de wereld helemaal om je heen. Mm. Maar ook van, ja, weet je, van de dingen die we niet zien en die we niet kunnen verklaren. Ja. Wat heel grappig is, ik had het met Dolly, met wie ik ook een Spirit Business Event organiseerde, over. Bijvoorbeeld, zij heeft nu twee cardex heeft ze dan ontwikkeld. Ja. En dan, nou, dus haar cardex zijn dan heel succesvol. Maar ja, weet je, zij heeft dan een hele community en alles heeft ze, zeg maar, zo erop neergezet. Het is niet iets waar zij dan heel veel geld mee verdient. Het is gewoon echt iets leuks erbij. Ja. Maar je ziet nu gewoon echt startende ondernemers die nu echt allemaal een cardex willen ontwikkelen. Omdat, weet je, omdat ze dan denken, oh, weet je, dat is dan iets wat mij misschien wel succesvol gaat maken. Ja, 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 ja. En dat zie je gewoon steeds meer gebeuren. Wat grappig. Ja. Dus je ziet gewoon, mensen zien een bepaalde trend. Ja, dus dat moet ik hebben en dan ik moet een gloednieuwe mooie website hebben en ik moet een heel mooi filmpje hebben. En ik moet gewoon zulke foto's hebben op mijn site. En weet je, mijn webdesigner is bijvoorbeeld heel vaak gevraagd, ik wil zo'n website als Simone hebben. Het is eigenlijk het als-dan denken, ja, ook, hè? Van als ik dit heb, dan word ik gelukkig. Ja. Als ik, dan word ik rijk. Ja. Als ik ook ga zeggen, weet ik voor wat,
Staan het licht. Ja. Shine your light. Ja. Dan word ik succesvol. Ja. Als ik ga zeggen dat ik iets moois in de wereld wil neerzetten. Dan word ik succesvol. Ja. Maar dan weet je, ben je altijd eerst met de buitenwereld bezig. En niet met jezelf. Ja, niet met de binnenwereld. Niet met je binnenwereld. Ja. En weet je, we zijn ook als mens zo geconditioneerd. Om iedere keer maar naar die buitenwereld te kijken. Want dat hebben we ook van jongs af aan geleerd op school. Ja, uit de boekjes je dingen leren. Maar wat is nou, wie ben jij? En wat heb jij nou te vertellen? En door te doen ga je ook steeds minder denken. Van ja. Wie ben ik nou? Wat heb ik nou te vertellen? En raak je steeds meer in contact met juist, ja, zoals ik dat noem, de bron. En hoe maak jij daar contact mee met de bron? Dus om iedere dag te gaan schrijven in je dagboek. Om steeds minder vanuit denken te gaan schrijven, maar gewoon, weet je, zet je pen op papier, ja, en ga maar gewoon schrijven. Mediteren helpt er ontzettend goed bij. Ja. En ga maar bijvoorbeeld een eerste keer een film kijken die je ontzettend raakt. Ja. En ga maar nadat je een film hebt gekeken, schrijven. Hmm. En vooral, weet je, als jij een bepaalde mooie emotie bij jou wordt aangeraakt, dan ga je al minder denken en dan ga je vooral voelen. En vanuit je gevoel kan je intappen op die bron. Juist heb je andere mensen nodig om jezelf weer te kunnen ontwikkelen. En heel veel mensen die stoppen heel veel geld in dure auto's, mooie huizen. Mm. Weet je, al die materiële dingen, een nieuwe keuken. Ja, buitenkant. Ja, de buitenkant. En veel minder in zichzelf. Mm. Heb jij een aantal tips voor online ondernemers om echt succesvol te zijn? Als we het nou kort samenvatten. Ja. Wat zou je dan zeggen? 3 punten. dit en dit. Als het zo makkelijk is. Dus 1, ga nu al doen. Maar echt vanuit schrijven, vanuit jezelf. Dus inderdaad, ga iedere dag iets schrijven in je dagboek. Ja. En kijk eens, weet je, wat jouw mening, wat jouw visie en weet je, op de wereld is. Mm-hmm. 2, investeer in jezelf. Echt. Het is zo belangrijk. Okay. Investeer in je ontwikkeling. En doe die investeringen ook echt vanuit je gevoel. Ja. Dus niet vanuit omdat bijvoorbeeld al die mensen bij een bepaalde business coach zitten. Of weet je, al die mensen die in die volgen. Of weet je, dat soort dingen. Nee, niet vanuit vergelijken, maar vanuit... Niet vanuit die buitenwereld. Ja. Maar echt vanuit jouw binnenwereld ook de juiste keuzes en de juiste beslissing maken. Ja. En dan vervolgens is het ook wel gewoon, weet je, de schrijfsels die je schrijft en de ontwikkelingen die je meemaakt, dat ook meteen gaan delen. Ja. Deel gewoon waar jij nu staat. Hey, en 1 laatste vraag. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten de komende tijd? Want ik heb allemaal interessante dingen gehoord. Dus vertel, deel. Nog laatste dingen die je heel graag wil vertellen. Ja, ik heb dus nu een programma, maar ik wacht al een programma. Dus dat was het idee om dat zeg maar 1 keer per jaar te gaan doen. Maar ik ga dat zeg maar meer continuïteit erin brengen. Okay. Ik ga een pand openen. Een pand openen waar die ik ook ga inzetten als trainingslocatie. Maar ook, weet je wat, een soort van hele spirit... gevoel moet hebben waarin mensen kunnen delen, de cursus in wonderen kunnen volgen, lekker koffie kunnen drinken, weet je wel, hip en trendy, maar ook waar je diepgang kan vinden. Ja, ja. En het idee is eigenlijk een beetje, uiteindelijk moet het zo'n concept worden in plaats van dat je naar de sportschool gaat, hè, voor je lichaam, dat het een school moet zijn voor je mind. Een gym voor je mind. Ja, een gym voor je mind. Ja. Interessant. Ja, dus ook zo'n soort abonnement. Weet je, volgens mij daar is zoveel behoefte aan. Maar dat moet ook nog ontstaan. Ja. Daarnaast ga ik een boek schrijven. Ja. Een boek ontwikkelen. Ik ga meer events organiseren. Ik wil in november een heel groot event organiseren. Voor mijn M-pop community. Dus echt voor de mensen die dan mijn programma volgen of hebben gevolgd. Spannend. Ja, dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik ben ook bezig met een hele nieuwe website, een nieuw brand en al die dingen. En dat wordt echt heel, echt een magisch brand. Wow. Iets wat je nog helemaal niet hebt gezien. Super sprookjesachtig. Mm. Echt, nou ja, echt prachtig filmpje. Zulke mooie foto's. Ik wil je ontzettend bedanken, Simone. Ja, graag gedaan. Leuk gesprek. We kunnen eindeloos doorpraten. Simone is ook mijn business coach. Je bent natuurlijk niet van mij. En ze heeft mij ook echt onwijs geïnspireerd om nu dit online platform helemaal in de wereld te zetten. Ja, en de spirituele Netflix van Nederland te gaan doen, te gaan zijn.
En dat echt uit te spreken. En daar heb ik ook zeg maar ook echt verwondering in voor jou. Dat jij dat ook, weet je. Dat je zo gek genoeg bent om dat gewoon te zeggen. Ja, weet je, om de lef te hebben. Ja, ja, klopt. Maar ja, zo van heel veel mensen die zullen denken van... Ja, hallo, wie denk je wel dat je bent? Of, maar ja, John de Mol is ook ooit begonnen. Met een idee. Ja. En dan gewoon doen. Sprankelende spiritualiteit in een hip jasje gestoken. Yes. Ja, toch? Ja. Dankjewel, Simone. Ja, graag gedaan. Dat was leuk. Ik vond het ook heel leuk. Echt. Dankjewel. Dimension TV. Creatie betekent voor mij alles, want het is mijn beroep. Ik geloof helemaal niet dat een artiest of iemand zo origineel is.